Ik ben Pieter Paul Verheggen. Ik ben van huis uit psycholoog en algemeen directeur van onderzoekbureau Motivaction in Amsterdam. Wij hebben het onderzoek samen met NIMA uitgevoerd. En de reden daarvoor is dat NIMA is eigenlijk dé marketingorganisatie van Nederland. En als je wil weten welke opleidings- en ontwikkelbehoeften marketeers hebben, dan is het heel belangrijk dat eigenlijk de associatie van alle marketeers samen daarvan op de hoogte is. De tweede reden dat het heel goed is dat de NIMA bij het onderzoek betrokken is, dat de marketeers ook een heel duidelijke rol voor het NIMA zien weggelegd als het gaat om de invulling van de ontwikkeling en de opleidingen die zij willen gaan volgen. Marketeers hebben een beetje dubbele gevoel ten aanzien van de permanente educatie, om het maar zo te zeggen. Ze vinden het heel belangrijk en dat hoor je ook terug als je door de vragenlijst heen kijkt. Ze zeggen ja, het is belangrijk, ik moet bijblijven. Er gaat heel veel veranderen in de ontwikkeling van mijn vak, dus als ik niks doe, dan is stilstand is achteruitgang. Maar ze willen er zelf niet al te veel moeite voor doen. Het merendeel die zegt eigenlijk, nou, de informatie moet naar me toe komen. En ja, ik volg wel wat seminartjes en congresjes hier en daar. Nou, en dan komt het wel goed. Het is belangrijk voor het NIMA om hierbij betrokken te zijn. Want wat marketeers ook heel duidelijk aangeven is dat zij een organisatie, een plek zoeken waar ze eigenlijk gevoed kunnen worden met die informatie hoe zij dat ontwikkeltraject willen gaan invullen. Een platform waar informatie voorhanden is, welke relevante opleidingen en trainingen voorhanden zijn, waar je ze kunt gaan volgen, wat de inhoud ervan is en wat je er ook in de praktijk mee kan doen. Want dat is een ander heel belangrijk punt wat uit het onderzoek naar voren komt. De marketeer wil zowel theorie als praktijkervaring bijblijven. Mijn boodschap aan het publiek is eigenlijk dat de marketeer meer sociale intelligentie zou moeten hebben. Hij zou eigenlijk meer moeten weten wat onder zijn of haar belangrijke doelgroep speelt. En wat moet je als marketeer doen om daar goed mee in verband te blijven? Dat is de echte opdracht voor de marketeer in de komende jaren.